Een beschrijving van een geïsoleerde neuropathie in een proefschrift van een Nederlander, Boudewijn de Bruin, geschreven in 1884. Hij begint te zeggen dat hij eigenlijk alleen maar enkele oorspronkelijke Franse werken heeft gelezen, waaronder die van Duchenne over gelokaliseerde elektriciteit. Hij zegt dat de verlamming van de muscus serratius, die het schouderblad tegen de ribbenboog aanhoudt, geïsoleerd voorkomt of al onderdeel van een syndroom. En hij zegt ook dat in het boek van de elektrotherapie van Rosenthal deze ziekte uitgebreid beschreven is. De directe oorzaak noemt hij een trauma van de schouderstreek. Zo zien we dat nog steeds. En verder zegt hij dat de symptomen meestal zijn heftig schietende pijnen in de schouderstreek, maar soms ook geen pijnen en dan blijkt alleen dat de spieren langzaam zwakker worden. Het belangrijkste symptoom, zo zegt hij, is de merkwaardige afwijking van het schouderblad op de verlamde zijde. Zo zien wij dat nog steeds. En hij zegt dat de symptomen erg duidelijk zijn als je de patiënt goed onderzoekt. Helaas, uit gewoonte, geschiet dat slechts weinig. En dan spreken we anno 1880. Ook zegt hij dat objectieve tekenen moeilijk zijn en dat het vooral over de kliniek en het klinische beeld gaat. En uiteindelijk zegt hij dat verschillende auteurs aangeven dat elektropunctuur de geneeswijze van keuze is. En we sluiten af met de stelling dat de progressieve belasting op deuren en vensters moet worden afgeschaft. Daar zijn we het helemaal mee eens.